Ik heb deze super schattige jurk aan van Naked. Jongens, we hebben net dit recept gefilmd van de Safari Sotto. Ze is zo schattig. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik ben al helemaal klaargemaakt en zo en omgekleed. Vandaag is het echt heel lekker weer. Het is volgens mij iets van 27 graden. En Marvin en ik moesten nog even naar de stad. Naar Amsterdam. Dus dat gaan we vandaag mooi even doen. Aangezien het zo lekker weer is. Ik heb een hele leuke outfit aan. Die laat ik jullie zo zien. Hier bril. Alsjeblieft, meneer. Ik heb deze super schattige jurk aan van Naked. Deze is echt... Wacht. Kijk. Heel chill met mijn buik. Lekker veel ruimte. Echt heel fijn. Dus dan hebben jullie ook gelijk een belly update. Kijk. Van Naked dus. Dat heb ik gecombineerd met sneakers. Om het wat meer casual te maken. Anders vind ik het echt te tuttig worden. Deze van Balenciaga. En dit tasje heb ik bij me. Van Givenchy. Wij zijn in de stad. We wilden eigenlijk... Eigenlijk kwamen we voor de Zara Home. Nou, dat is gelukt. We hebben kaarsen gehaald. En we wilden naar Petit Bateau, maar dat was dicht. Maar het is natuurlijk vandaag Hemelvaartsdag, dat waren we helemaal vergeten. Maar goed, nu gaan we naar de Bijkorf, denk ik. Ja. Bijkorf, of waar moesten we nog meer heen? Nee, alleen dat, alleen Bijkorf. Oh, en Ikea, maar dat gaan we straks helemaal aan het einde passen. We zijn weer thuis en ik ging dus naar de Ikea, onder andere om deze voorraadkasten af te maken. Ik heb die grote bakken daarboven gehaald. Die passen niet helemaal bij de rest. Maar dat is gewoon voor van die overige dingen. Kuppa soep, dat soort dingen. Die passen niet echt in bijvoorbeeld die bakjes. Nou heb ik hier zo die snoeppotten die we eerst hadden. Maar die wil ik nog even vervangen in 3 van zulke. Maar dat moet ik even een andere keer gaan. Dit is zo kut. Want elke keer kom ik thuis denk ik, oh, ik had toch nog dit of dat nodig. En aan deze kant moet ik nog daarboven ook nog eentje hebben. Maar dat komt allemaal wel. Dus voor nu is dit het. Hier heb ik alle pasta dingen. En hoe heet het? Witte bonen en zo. Hier en hier heb ik daaronder bakproducten. En dan rijstproducten daarboven. Ik zit trouwens nu te denken of ik niet die couscous ook daarboven bij de rijst wil doen. En verder had ik hangers gehaald voor boven. Deze nieuwe afwasborstel, die zag ik. Ik dacht, nou, het is tijd voor een nieuwe. We hadden deze kaarsen bij de Ikea. Dit zijn geurkaarsen, die willen we gewoon voor in de huiskamer doen. Want daar hebben we zeg maar meerdere kaarsen bij elkaar. Dus het moeten echt zulke kaarsen altijd zijn. En bij de Zara Home hebben we, even kijken, deze kaars. Pure Gardenia voor op de wc. En dan hebben we voor hier in de gang op dat bijzettafeltje deze mooie grote. Eerst zaten we te denken of we deze ook in de huiskamer moesten doen, maar ja, omdat we daar dus echt meerdere hebben. En ik denk dat dit ook niet zo'n zin heeft in de huiskamer, omdat het heel groot is, denk ik dat je toch niet echt gaat ruiken. Dus en in de gang ruik je het wel echt. En dan hebben we ook nog deze spray in dezelfde geur als de kaars. De geur is trouwens Dark Amber. Oh shit. Daar ging die bijna. Mooi. Ik ga ze even in de gang neerleggen. Jongens, we hebben net dit recept gefilmd van de Safari Sotto. Oh, het is zo heerlijk. Het is zo lekker geworden. Jongens, dit is de derde mini shoplog die ik opneem in dezelfde setting. Dit herkennen jullie. Maar wat ik in de vorige video had verteld was dus dat ik eerst de shoplog wilde doen. Uiteindelijk wilde ik het toch in de vlogs doen. Maar dacht ik, als ik nu al die kleren in één keer moet laten zien, dan wordt het echt een hele lange video. Dus ik verdeel het gewoon een beetje in de vlog, zodat het ja, een beetje verdeeld is. So I hope you all understand. En in deze vlog wil ik jullie iets laten zien wat echt al van echt een aantal vlogs geleden is. Ik probeerde namelijk een beetje
nu de dingen die ik had gekocht op de juiste dag een beetje erin te knippen. Alleen deze vlog staan al online. Dat zijn namelijk de dingen die ik heb gekocht bij de Zeeman en wat ik had besteld bij de Mango. Dat wil ik heel graag met jullie delen. Ik ga beginnen met de Zeeman. Ik heb dit jurkje gekocht. Deze is wel voor wanneer ze wat ouder is. Deze is zo schattig. Met zo'n wit t-shirtje zo eronder. Witte sneakers. Echt heel schattig. Die dus van de Zeeman. Dan hadden ze bij de Zeeman echt goede rompertjes en zo. Maar ik had echt het idee dat ik er meer had. Ik zie er hier 3. Maar ik durf toch echt te zweren dat ik er meer had gekocht. Maar goed, in ieder geval rompertjes. Een witte. Deze met van die rondjes. Nog een witte. Ja, ik had er echt meer. Maar ik weet niet waar die zijn gebleven. Maar in ieder geval rompertjes. Dan had ik ook deze haarbandjes. Heel schattig. Van de Zeeman. Die waren 3 euro. Dan heb ik deze leggings. Die zijn heel handig met die sokjes al er aan. En deze kan je ook heel schattig combineren met die haarbandjes. Dus dat is super cute. Dan heb ik diezelfde in een andere maat wel. Maar in roze gestreept. En gewoon roze. En dan... Dat was het eigenlijk voor de Zeeman. Oh, mijn Zeeman is gewoon handig voor basic witte rompers, dat soort dingen. Oh ja, we hadden ook nog dit broekje trouwens. Het is van de Babydump, maar dit is het enige wat ik daar had gehaald. Zo'n spijkerbroekje, echt schattig, gewoon grijs. Kan met alles, dus dat is handig. Dan bij de Mango online. Mango heeft dus een Mango Outlet website. Dus dat is echt... collecties wat al echt soms echt 1-2 jaar geleden zijn. Die dan daar voor heel goedkoop worden verkocht. En ze hadden echt hele goedkope dingen. Voor gewoon normale leeftijd. Maar ook voor wat ouderen. Of voor wat jongeren bedoel ik. Kleine kinderen en zo. En ze hadden echt super schattige babydingen. En dus echt dingen van 2-3 euro. Dus dat is echt een tip voor wanneer je niet veel budget hebt. Kan je daarop kijken. Ze hebben niet super veel. Omdat het natuurlijk... afhankelijk is van wat ze nog soort van over hebben. Maar het is wel echt heel schattig. Ik zit even hierin te kijken, want ik had heel veel sokken daar besteld. Alleen die heb ik er niet bij gepakt. Maar ik zal even een paar laten zien. Want ze hadden daar echt van die pakken met sokken. Met echt gewoon hele leuke kleuren. Niet van die typische. Kijk. Echt heel schattig. Daar zaten er echt 5 in een doosje voor 4 euro of zo. Echt helemaal niet duur. Dan heb ik ook van de Mango deze schoentjes. Deze sandaaltjes. Die vond ik heel schattig. Kijk, dit is gewoon heel cute voor in de zomer. Die kleine sandaaltjes onder een jurkje of whatever. Volgens mij heb ik deze ook gekocht in... ik krijg het er niet in. In de maat voor wanneer ze kan lopen... geloof ik. Oh nee. 17, 18. Ja, dat is in de lente zo ongeveer. In de lente. Nee, dan kan ze nog, waarschijnlijk nog niet lopen. Maar dan is het wel weer lekker weer. En ik heb dan ook nog deze. Dit is zo schattig. Voor als we op vakantie gaan. Dit is 6 tot 12 maanden. Dit is een setje met zo'n mutsje. Oh, ik kan het niet zo goed zien. Het is zo'n mutsje. En er zit zo'n bijpassend broekje bij. Nou, dit vind ik echt te cute. Echt, vreet mij maar op. Ik vind het zo schattig. Zo lekker op het strand. Echt heel lief. Dan hebben we een aantal leuke kleding items van de Mango Outlet. Deze trui. Die is zo cute. Dan dit t-shirtje. Ik vind dit dus echt zo'n simpel t-shirtje. Maar Marvin vond deze helemaal geweldig. Hier hebben we 6 tot 9 maanden. Ja, 6 tot 9 maanden. Er zit een mini dolfijntje op. Dan dit broekje. Dit broekje is echt... elke keer als ik deze zie vind ik het zo cute. En dan leg ik hem ook echt zo bij Celine van... Oh kijk, daar loopt ze. Dit is echt een te schattig broekje. Nou, voor in de zomer. Het is zo'n soort gebreid broekje. Die heb ik ook van 6 tot 9 maanden. Echt heel schattig deze. Dit is echt een van mijn favoriete items. Het is zo simpel, maar het is zo'n schattig klein broekje. Dan hebben we nog een trui. Die is er met zo'n teddybeer erop.
Die is ook heel cute. En een heel lekker stofje ook. Gewoon lekker warm, dan is het ook koud. Dus dat is... Proberen wel echt een beetje te kijken naar wat voor maat, wat voor seizoen is het dan. Maar soms wel lastig. Dan het laatste item is dit jurkje. En die vind ik ook echt heel lief. Kijk dan. Dit is ook gewoon schattig met het truitje eronder. Maar ja, dit is gewoon echt heel leuk. Ja, echt super schattig. Dan hadden we ook nog bij de baby dump deze. Dit mutsje. Dat is ook natuurlijk altijd heel handig om te hebben. Dat was het volgens mij. Oh ja, we hadden ook nog bij de Zeeman deze, een maillot. We hadden ook nog van de baby dump, dat is het laatste item wat we daar nog hadden, deze sokjes. Nou, van sokjes, jullie kennen het wel, ook zelfs bij ons. Die raak je gewoon altijd kwijt, dus daar kan je nooit genoeg voor hebben. Maar goed, dit waren dus de items. Volgens mij had ik, by the way, deze vlog ook niet afgesloten. Dus dat doe ik bij deze ook even. Bedankt voor het kijken en until next time.